Welkom. Zeg, speciale films maken heb jij? Ja, nee. Het gaat over het wonderlijke decennium van de jaren 70. Ik moest er daarnet aan denken toen je met Wim zat te praten. Vaak besef je natuurlijk niet op het moment dat je in een bepaald jaar leeft, wat dat voor jezelf zal betekend hebben vele jaren later. Dus je kijkt terug op dat decennium en pas veel later besef je hoe belangrijk dat geweest is, niet alleen voor je eigen ontwikkeling, maar wat de plaats van die jaren 70 in de filmgeschiedenis is geweest. En ik durf hier vanavond te zeggen dat de jaren 70 het interessantste decennium waren uit 120 jaar filmgeschiedenis. En niet alleen natuurlijk omwille van al die bizarre slechte films, maar omdat het ook het jaar was of het decennium na de grote maatschappelijke revoluties, toen de Amerikaanse film zich heeft bevrijd van het juk waar ze tot een stuk in de jaren 60 onder leden. Ja, en daarom heb je dit boek geschreven, eigenlijk als een eerbetoon aan die films. Alle remmen los. Ja. Films die jij allemaal in je tienertijd hebt gezien, want je zegt pas later besef je wat het heeft betekend. Ja. Wat heeft dat dan betekend voor jou? Wel, ik was toen we gaan zo ver terug in de tijd, begin jaren 70, er was zelfs nog geen video. Dus ik heb toen echt jarenlang 300-400 films per jaar in de bioscoop gezien. Ik was een cinefiele omnivoor. Dat was ook mijn filmschool, letterlijk. Daar heb ik de taal van film geabsorbeerd. Hè. Je leert een taal door ze te spreken. En je kan voor een stuk dat medium aanvoelen door heel veel films te zien. Dat was echt mijn filmschool. Is daar de droom om regisseur te worden gestart? Of? Ik denk niet dat toen... Je moet ook... Begin jaren 70, dat waren nog echt de pioniersjaren van de Vlaamse film. Het idee dat je als 15-jarige in de jaren 70 zou zeggen van ik ga films maken, dat is te vergelijken met Dirk Friemout, die bij zijn ouders thuis kwam en zei, ik wil een raket naar de maan. Ik denk dat dat ongeveer even realistisch was als prognose. Proficiat trouwens voor Dirk Friemout, want heeft het toch maar gedaan. Ja. Maar dus ik denk dat niet. Er is wel een zaadje geplant. En ik ben natuurlijk ook veel meer beïnvloed door de grote films uit dat decennium. De films van Scorsese en Spielberg en noem maar op. Maar dit zijn de dingen die dat decennium wel kleur hebben gegeven. En je leert vaak als regisseur ook veel meer van een slechte film dan van een goede film. Want je leert namelijk hoe je het niet moet doen. Ja, maar je geniet er wel van, van er naar te kijken. Maar niet van al die dingen. Hè. Er zijn ik vind voor mezelf ook, je kan als filmmaker maar één doodzonde begaan. En dat is je publiek vervelen. En veel van die dingen zijn zeer leuk om er met jou over te praten en om er een geweldig boek over te schrijven, geweldig entertainend, met veel aanstootgevende foto's geïllustreerd boek. Dat is leuk, maar ik zal die films nooit aanraden. Want je lacht één keer hè, met die grappige man in dat slecht monsterpak. Ha, ha, ha. En dan glimmel je nog eens een tweede keer als hij komt. Maar dan wordt het vooral vervelend. Maar er zijn er die zo bijzonder zijn, die zo van de pot gerukt zijn, die zo provocerend zijn, die zo smerig zijn, dat ze vele jaren later toch nog altijd overeind blijven. Ja, want de ondertitel van je boek is Seks, sadisme en swastika's. Een onweerstaanbare combinatie, geeft toe. Ja, inderdaad. En een film die dat allemaal belichaamt is Ilse, de She-Wolf of the SS uit 1975. This is medical camp 9. For these women, there is no hope, no escape. For them, there is only pain. And Ilse, She-Wolf of the SS. For some, there was death. Slow. Brutal. For others, the chosen few. There was only Ilse, She-Wolf of the SS. No. The bloody butcher the Nazis called Ilse, She-Wolf of the SS. Dat hebben de mensen die nu naar de slimste mensen zijn overgeschakeld toch maar gemist.
Amai, zeg. Ja, ik ken die ook. Voilà, ik zag bij Martijn direct de herkenning. Tekenen van herkenning, maar ik wist wel niet... Die blonde was Ilsa, zeg. Ja, Diane Thorne, Canadese actrice. Maar hoe oud was jij toen je... Waren jullie toen jullie dat... Te jong. Wanneer was dat? 1975. Hetzelfde jaar als Jaws. Ik was 19. Ja, och, jij was al, al binnen. Ik mocht nog niet eens binnen. Ik mocht niet binnen, maar... Jawel, dat was 18 plus, dus je mocht... Maar je bent wel binnen kunnen dat ik toch eens binnen geweest ben. Maar dat was wij woonden aan de grens met Nederland. Ja. En in België werden die films niet vertoond, maar wel in Oostburg was er een cinema, een bioscoop. En ik weet nog goed dat er daar auto's met allemaal Belgische nummerplaten voor die bioscoop stonden. En als je daar buiten kwam, dan gingen de mensen zo naar huis. En meestal waren dat buren en mensen die je kende. Dat was niet voor... Dat moest verstopt zijn. Dat was, er was een bepaald toerisme richting Nederland, maar dat was meer voor harde porno, hardcore porno. Nee. Mijn lieve Martijn... Niet waar wij woonden. Nee, Jan. Maar waar... Voor Emmanuel. Ja. Turks fruit, ja. Maar dat was toch geen harde porno? Toch? Nee, maar die kwamen gewoon vaak eerder uit in Nederland dan in Vlaanderen. Het maffe is, want als je dit nu bekijkt, is redelijk weerzinwekkend. Maar ja, dit is altijd afstootgevend. Dit is soft porno, nazi horror, gemaakt 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Bijna absurd en dat dat allerstrafste is, in tegenstelling tot wat mijn goede vriend Martijn Heilen hier nu beweert, dit was mainstream. Ilsa de Wolvin van de SS was een zeer grote hit in Nederland en in Vlaanderen. En ik vind dat fascinerend, en daar gaat het boek ook voor een stuk over, dat het in 1975... En we hadden al een aantal revoluties gehad. Hè. De vrouwenbeweging bestond al. De grote autoriteitscrisis bestond al. Maar ik vind dat eigenlijk nog altijd heel straf, sociologisch gezien zelfs, dat het medio jaren 70 maatschappelijk totaal aanvaard was dat je op zaterdagavond je proper kostuum aandeed, naar het stad reed en in een van de grootste zalen op de Keizerlei Ilsa de Wolvin van de SS ging zien met 400 andere mensen en nadien nog een stik ging eten. Hè? En dat niemand zei van, hoe is dat nu mogelijk? De opiniemakers struikelden niet over elkaar. Zijn we nu preutser dan? Vonden ze dat niet chockerend. We zijn niet zozeer preutser, Martijn. Ik denk niet dat bloot een probleem is, maar we zijn onnoemelijk voorzichtig geworden. Ik kan me niet inbeelden dat deze film nu zou gemaakt worden. Ondenkbaar. Nee, alsjeblieft. Meer dan de helft van de films waar ik het in het boek over heb, ook goede dingen, echt interessante dingen, zijn vandaag de dag niet meer mogelijk. En dat vind ik wel interessant, want wij vinden van ons allen dat wij toch in de meest progressieve aller tijden leven. Wij zijn allemaal kinderen van Voltaire, vrije meningsuiting, enzovoort, enzovoort. Terwijl we in de film eigenlijk een beetje teruggeslingerd zijn naar medio jaren 60. En die ongebreidelde vrijheid van de jaren 70, dat mis ik wel een beetje. En dat vind ik zo mooi en dat vind ik zo interessant en dat vind ik zo fascinerend aan dat decennium en die films. Vandaar dus alle... Het is goed dat bijgestuurd wordt, want het gaat om respect. Respect voor de vrouw, respect voor oorlogsslachtoffers. Allee, daar zijn we nu veel meer bewust van. Het is ook omdat de geesten gerijpt zijn. Blijkt niet voor een remake hè, van Ilsa de Wolvin van de SS. Nee, als ze het maken, mogen ze mij bellen. Het weergeeft de tijdsgeest. Nu, veel van de... Want ja, je boek staat vol hè, met leuke, zotte, crazy, gekke films. Een opvallend ding, heel veel van die films, daarin zit ook een belangrijke rol voor losgeslagen dieren. Ja. Dat is Monty Python. Ja, echt. Ja. Goed, hè. Waar kunnen wij die films nu eigenlijk nog bekijken? Het is een geweldig boek voor deze tijden. Want je kan erin lezen en dan kan je al die rare dingen gaan opzoeken. Ja. Want veel van die clips zijn natuurlijk te vinden op het internet. En ik vind dat echt... Ik meen dat bijna, Danira. Ik vind dat ontroerend. Het idee dat een hele machinerie in werking wordt gezet. Dat er een film wordt gemaakt over moordende konijnen.
dat niemand op een bepaald moment heeft gezegd... Mannen, we gaan dat aan. Niet doen. Hè. Dat gaat niet marcheren. De konijn. Je kan met de konijn doen wat je wil. Je kan dat van laag of van hoog. Je kan dat op allerlei mogelijke manieren fotograferen. Maar no way dat die scary zijn. En toch wordt dat gemaakt. Ik vond ze dat... scary. Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt, en dat blijft ook. En die vallen dan echt in de categorie so bad, they're good. Want je is daar echt met open mond naar te kijken van what were they thinking? Zo slecht dat het goed wordt. Dat je bijna niet anders kan dan er bewonderenswaardig naar. Absoluut. Maar Jan, zou je dat stiekem ook niet eens willen maken? Zo'n goede, foute film? Maar zo'n dingen gebeuren... Niemand van die mensen, dat is dan nog ontroerender... Niemand van die mensen, Danira, is 's morgens toen de wekker ging opgestaan met het idee van nu ga ik iets maken dat zo slecht is dat ze er binnen 50 jaar een boek over gaan schrijven. Nee, die hebben dat echt gedaan met een gebrek aan talent en met een gebrek aan middelen, maar niet noodzakelijk met een gebrek aan enthousiasme. Maar jij... Het is wel zot wat er allemaal kon in die tijd en daar voel je wel iets voor. Allee, Jan, go loco. Ja? Zou je het niet graag maken? Ik ga het eens met Jellen over hebben. Ik denk dat die wil toch alles doen. Die wil toch alles doen. En die brengt ze... En dat is 2 voor de prijs van 1, heb ik begrepen, hè? Met uw kleine erbij. Ja. Voilà, kijk. Die gigantisch grote jelles die iedereen opeet. Alle beesten zijn gepasseerd. Je kunt zo gek niet bedenken of er is al een film over geweest. Ik denk dat het script voor jouw volgende film bij deze helemaal klaar is. Oké. Alle remmen los nu, overal te koop. Dank je wel voor dit fijne gesprek. Jan Verheijen.